Hi, mijn naam is Tabitha en superleuk dat je kijkt naar The One or Just Fun. In dit programma gaan Jay en ik een handje helpen in de liefde. Hoe komt het dat sommige dates niet goed gaan? Dat gaan wij uitzoeken en aanpakken. Wij gaan ze helpen en we regelen een date. En wie weet, is het the one of is het toch just fun? Vandaag heb ik een superleuke date voor Merel geregeld. Hi, Merel. Tabitha, leuk je te ontmoeten. Ja, super. Heb je er zin in? Heel veel zin in. Wel super zenuwachtig, maar wel heel veel zin in. Ja, het is ook verschrikkelijk koud. Dus ik ga jou lekker mee naar binnen nemen, want ik wil je heel graag beter leren kennen. Voordat we gaan beginnen aan de dag. Top. Zin in. Kom, gaan we. Oh, het is echt verschrikkelijk. Echt ijskoud gewoon. Hey, vertel wat meer over jezelf. Ik wil wel wat aantal dingetjes wil ik weten. Nou ja, ik ben Merel, 21 jaar, geboren en getogen in Uden, Noord-Brabant. Ik werk nu als danseres en vuurspuw, dus een beetje in de entertainmentwereld en dat soort dingen. En ja, de reden dat ik eigenlijk dus hier ben is omdat ik vaak onder de jongens ben en zo zien ze me snel als een vriendin, weet je. Ik ben altijd vrienden met iedereen. Alleen nu heb ik wel zoiets van, weet je, hè? Iedereen wordt ouder en... Kijk, het is geen must, maar wordt het serieuzer, dan vind ik het ook prima voor nu. Mijn eerste indruk van Merel is het een supermooie meid, mooie blauwe ogen. Maar ik merk wel dat ze een beetje een muurtje om zich heen heeft om toch zichzelf te beschermen. Dus ik ga proberen die wat naar beneden te kunnen krijgen vandaag, zodat ze toch iets meer van zichzelf kan gaan laten zien. Ik heb vandaag een superleuke date voor jou geregeld. Maar voordat wij jou op date gaan sturen, zijn wij hier vandaag natuurlijk niet voor niets in een beauty salon. Yes. Dus ik heb voor jou een make-over, make-under gepland. Ik zou het wel eens willen zien hoe je eruit ziet met een wat toegankelijkere look, wat natuurlijker. Yeah. En wie weet gaat je dat ook een handje helpen in de date om toch een beetje misschien net een iets persoonlijker indruk te geven dan eigenlijk dat wat scherm wat je voor je hebt. Ik heb ze eraf. Ja. Hoe voelt dat? Ik vind het heerlijk. Ik hou ervan. Ik haal net make-up op, maar ik loop ook 9 van de 10 keer zonder make-up. Het is het lekkerste moment van de dag, hè? Ja, ik vind het ook. Maar mag ik dan vragen waarom je het opdoet? Omdat ik het leuk vind en mooi vind, maar ik vind het geen must. Ze zit nu in de make-up en ze vindt het natuurlijk super spannend. Dat is het ook wel een beetje. We gaan proberen de wimpers dus weg te krijgen. En ze heeft wat banen in haar haar. En ik vind dat het allemaal wel wat minder mag. Het is allemaal een beetje te veel. Dus ik hoop dat ze blij zal zijn met het resultaat. En ik ben echt super benieuwd hoe ze straks hier de deur uit gaat. Oh shit, ik vind het heel erg. Oh, wat mooi! Ik vind het echt prachtig, jongens. Heb je dit zelf al gezien? Nee, ik ben heel benieuwd. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. Are you ready? Nee. Wow, wat? Ik schrik gewoon. Echt waar? Ja. Ik schrik er echt van. Maar het is een middenweg, toch? Ja, dat wel, maar ik weet niet, man. Wow. Het is schrikken hoe mooi je eigenlijk bent en dat je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Oh, ik was helemaal niet ready voor dit, jongens. Je ziet er echt, echt prachtig uit. Merk je misschien nu, ik ga hem straks weer bijpakken, maar merk je misschien nu dat het muurtje al een stukje weg is? Ja, dat wel, ja. Oh, kut, sorry, ik haal nooit, hè. Nou, er is blijkbaar iets gebeurd, wat wel iets heel moois is. Je zag dat ze echt emotioneel werd. En ik denk dat het ook merendeels is omdat ik wel kon erkennen dat er ergens misschien toch een soort van masker zat. En toen dat weg was en dan staat er ook nog een camera bij en mensen omheen, dan is dat best wel confronterend. Maar waar schrik je precies van? Het is gewoon heel anders, dus ik denk dat het misschien is of zo. Je hebt jezelf nog nooit zo gezien. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, het zal moeten, denk ik. We hebben nog één ding te gaan en dat is je outfit. Ik ben heel dus benieuwd. Ik ga jou meenemen naar de stylinghoek en dan krijg je hier ook nog een mooie outfit bij. Top. Ik ben er helemaal stil van. Het is echt super chic, vrouwelijk, toch die powerwoman.
Ja, ik vind het top. Ik hou er heel erg van. Oh, ik ben echt super blij om dat te horen. Ik vind dat ze er super mooi uitziet. Ze was al mooi toen ze hier aankwam, maar de outfit nu en dan toch iets minder make-up. Ze straalt en ze is wat opener in tegenstelling tot hoe ze hier aankwam. Dus ik denk zeker wel dat wij ons doel bereikt hebben vandaag met haar. Ik ben super blij met mijn look. Ja, heel anders. Kleding is ja wel Merel, zou ik maar zeggen, omdat ik heel breed ben met mijn eigen kledingstijl. Ik ben heel benieuwd naar mijn date. Ik ben super blij dat je er blij mee bent. Ja. En dan is toch de vraag, is hier, ben jij klaar voor je date? Ja. Ja? Ja. Ben ik klaar voor. Ik ga je hand vastpakken. We gaan naar de date toe. Yes. We zijn aangekomen bij Aerial Studios in Utrecht. En ik ben zelfs een beetje nerveus voor jou. Oh, fijn. Mag ik niet van die in mijn eentje? Ook zei je. Ik zie toch, iets valt me op aan jou. Ja, zij heeft haar wimpers erop gedaan. Ik kon het niet laten. Ik voelde me gewoon niet comfortabel. Maar dat heb ik je gezegd. Het belangrijkste is dat je je comfortabel voelt. En als dit voor jou iets is wat gewoon jou dat stukje poes geeft voor nu, dan is dat gewoon wat we moeten doen. Ben je nog steeds mooi? Absoluut. Absoluut. Ik vond het zonder ook heel mooi, maar zo ben je ook prachtig. Dat maakt geen verschil. Ik ga je meenemen. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Ja. Het belangrijkste is dat je gewoon lol hebt. Ja, komt hebben. Helemaal goed. Ik geloof het. Ik ga je meenemen. Oh my god. Ik heb Merel gekoppeld aan Sean en ik denk op het eerste ogenblik zou je denken, ik weet niet of dit helemaal een match is, maar ik denk als we geleidelijk in de date verder komen en elkaar daadwerkelijk wat beter leren kennen, zullen er toch heel veel overeenkomsten zijn. Ze houden allebei van kleding, van merk, ze willen hun eigen kledinglijn, allebei. Ze werken allebei in het avondleven, de late uurtjes, gezelligheid. En er zijn toch wel heel veel dingen die toch overeenkomen, dus ik ben echt super benieuwd hoe dit gaat lopen. Ik ben Sean, ik ben 23 jaar oud en ik ben muzikant en ik werk bij de Paradiso. Ik vind het algemeen een afknapper als mensen close-minded zijn. Dat ze niet down zijn voor nieuwe ervaringen, altijd in dezelfde routine leven. Gewoon saaie mensen, zeg maar gewoon. Oh my god! Dit is hem! Ja! Yeah. Hoi! Merel. Hi. Ik heb nog zeker handvast. Knappe jongen. Ja, ik vind het zeker een mooie jongen. Ja, ik ken hem verder natuurlijk nog niet, maar voor een eerste indruk is het wel een hele leuke jongen. Het is niet per se een meid waar ik zeg maar meteen naar zou omkijken als ze op straat liep. Wat ik wel nice is dat ze echt veel tattoos en zo, daar hou ik echt van. Ja, wel een mooie meid gewoon te zien, maar ik moet het leren kennen toch. Daar ga ik meer op af, zeg maar gewoon. Als ze echt een leuke persoonlijkheid heeft, dan is het dope, weet je. Ik heb twee hele leuke mensen meegenomen en ik heb begrepen dat jij een hele leuke tijd gaat bezorgen. Ja, dat klopt. Ik laat ze bij jou achter. Ja, dat is helemaal goed. Heel veel plezier. Dankjewel. We gaan zo beginnen met de warming-up. Dus ik zet even muziekje aan en dan gaan we alles even opwarmen. Als het pijn moet zeggen. Ja, dit doet al pijn. heel goed. Ja, maar ons is er, denk nou over mijn vraag, je weet toch? Ja. Even, zit je nog op? Oké, laten we beginnen. Ik zit niet op school. Alleen werken? Alleen werken. Ja. Ze commandeert nu al, hè? High five. Ik dacht van oké, het is wel gelijk gewoon wel een pittige tante, weet je wel. Ik hou er ook wel van, daar niet van. Ik kan haar sowieso handelen, sowieso. Ik kan elke vrouw handelen, echt. Oké, maar je zit niet meer op school? Nee, ik zit niet op school. Sinds mijn achter. Oh, we moeten. Ja. Bro, ik kan het echt niet. Maar ja, let's go. We got this. In het begin, toen ze binnenkwam, leek ze heel ongemakkelijk. Maar uiteindelijk, toen ze loskwam, toen zei ze ook al heel erg wat ze dacht en zo, weet je wel? Dus dat kan ik altijd wel waarderen als mensen gewoon zeggen wat ze denken. Nee, dat vind ik heel eng. Oh, mijn vagina! Dit is niet comfortabel! Jezus! Ze zei af en toe wat dingen waarvan ik sowieso dacht, bruh. Ik vind het, ik ken hem natuurlijk nog niet zo heel goed, maar wel gewoon een leuke jongen. Ik ben super spraakzaam en heel vaak is het voor iemand dan moeilijk om dan daaruit te tippen, weet je wel. Dus ja, ik praat heel veel, maar dat is ook wel een beetje zenuwen nog, denk ik. Maar ik merk wel dat we wel gewoon op bepaalde vlakken wel gewoon klikken qua interesses en zo. Ik maak muziek, ik ben artiest. Ik ben nu bezig met mijn eigen kledinglijn. Dit mag jou. Ik wil ook starten, man. Maar wel met eigen ontwerpen. Ik schilder. Ik maak schilderijen. Ik ben stylist.
Ik ben echt verbaasd. Ik dacht dat ik de enige was die veel wilde in het leven, maar valt mee. Ja, who knows? Misschien gaan we nog wel een keer vaker op date of iets in de richting om elkaar nog beter te leren kennen. Als ik hem zo zie hangen in die paal, heb ik niet zoiets van, nou, hè? Dit is je roeping. Nee, ik vind het, dit is een hele leuke jongen, maar ik kan er beter naast staan dan erin hangen. Het was ook best wel lenig. Dat vond ik wel nice. Ik denk dat ik wel met haar toch? Zou freaken gewoon. Ze was sowieso aan mij van. Ik hoop dat jullie het leuk vonden allebei. En dat jullie natuurlijk vooral ook elkaar wat beter hebben leren kennen. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja, ik denk dat er wel een date nodig is met wat minder activiteit om elkaar beter leren. Ja, echt zo. Beter praten. Maar ik denk dat als we eenmaal beginnen te praten dat het goed uit de hand gaat lopen. Maar maakt niet uit. Dan zijn we 30 jaar bezig, maar dat is niet erg. Dan kom ik er ook stiekem weer bij. Ik ben wel heel benieuwd hoe jullie het vonden. Ik heb het nou eens zin gehad. Ik hoor jou net zeggen dat als wij zouden gaan praten, dat dat wel 30 jaar kon duren. Dus dat klinkt wel goed. Ja, ik heb wel gewoon zoiets van, oké, weet je, interessant. Hij heeft veel op de planning en ik heb dat zelf ook. Dus ik ben daar wel gewoon benieuwd naar. Ja, ik zou wel nog een keer met hem willen afspreken, zeker. Is het gewoon chillen, dan vind ik het ook prima. Ik denk wel dat het iemand is die ik wel gewoon sowieso, of waar ik wel gewoon contact mee wil blijven houden. Gewoon puur omdat we wel dezelfde interesses delen en dat soort dingen. En op welke manier dat dan is, dat gaan we zien. Ik ben heel benieuwd. Zouden jullie op een tweede date gaan? Ja, ik wil wel op zich hem beter leren kennen. Ja. Of ik er mijn nummer ga geven? Ik geef hem mijn Instagram. Als je een telefoonnummer geeft, is gelijk zo. Je heet toch gewoon app me. En dan moet je gelijk gaan appen en zo. Weet je wel, gewoon hoeft niet. Via Instagram kan je ook gewoon praten. Weet je wel, is gewoon cool. En als we uiteindelijk echt vaker met elkaar gaan chillen en dan kan ze gewoon mijn nummer nemen, weet je, dan kan ze me bellen. Thanks. Goed gedaan. Bang. En nu ga ik even paaldansen. Hop. Oh gosh, hier was ik niet op voorbereid. Ja. Jongen, dit was niet te bedoelen. Nou, mijn taak zit erop. De dag was super leuk. De date is super goed gegaan. Ik denk ook zeker wel dat Merel iets meer geleerd heeft over zichzelf. We hebben wat emotie gezien. We hebben de muur gezien. We hebben de muur naar beneden gezien. Of het de one was, daar twijfel ik een beetje over. Maar ze hebben in ieder geval gewoon heel veel fun gehad. En dat is ook gewoon heel belangrijk. Vond je deze video leuk? Geef een duimpje omhoog. Laat een comment achter. Doei doei!